Dames en heren, goedenavond. We gaan nabeschouwen met de beide trainers. Te beginnen met onze gast Jan Olderiekrink. Eigenlijk namen we natuurlijk wat mee uit de laatste wedstrijd. Dat was de wedstrijd die we tegen Ajax verloren met 4-0. Ik vind dat we een goede groep hebben. Ik heb alleen gezegd, ja, uiteindelijk gaat het ook om dat je ergens strijd voert. Hè, dat je als team ook iets kunt brengen waardoor uiteindelijk individuen het verschil kunnen maken. Dat vond ik eigenlijk tegen Ajax onvoldoende. Zelfs in het begin vandaag, de eerste 15, 20 minuten, vond ik ons ook wat de onderliggende partij. Dat heeft AZ een aantal mogelijkheden gecreëerd. Na de goal wierpen we eigenlijk het juk een beetje van ons af. Gingen we ook veel beter voetballen. Natuurlijk, AZ is een goede ploeg, dus het was ook verdedigend. Moest er nogal links her en der wat geschoven worden, maar ik vond dat we dat goed gedaan hebben. Maar waar ik uiteindelijk het meest blij om was, is dat het team echt heeft laten zien dat het vandaag als een blok stond. En als wij dat kunnen en als wij dat op kunnen brengen, en ook in alle andere wedstrijden, en daardoor jongens aan de bal laten komen die natuurlijk exceptionele kwaliteit hebben, zeker rond de 16. Nou, dan resulteert het in deze wedstrijd. We realiseren dat in het begin, dat moeten we ook wel heel bewust van zijn, dat het net de andere kant op kunnen vallen. Maar goed, voor onszelf is het. Ze hebben echt daarvoor gevochten. Het was een team. En doordat wij vandaag die houding hadden, konden jongens in stelling brengen die prachtig doelpunten hebben gescoord. Dankjewel. Dan gaan we luisteren naar John van der Brom. Ja, ik ben het zeker eens met Jan. Want wij zijn wederom vandaag weer niet in staat geweest of gebleken om de goede start die we hadden. Een goede start dat je op 1-0 voorkomt. Geen vervolg hebben te kunnen geven. En ik denk als wij na 20 minuten met Oussama en met Bjorn de kansen wel benutten, dan wordt het natuurlijk een makkelijke wedstrijd. Maar ja, zo telt het nou. Daar kun je niet mee aankomen nu. Dat kun je ook niet als excuus gebruiken. Wat je wel ziet bij ons is dat het vertrouwen op dit moment heel, heel broos is. En op het moment dat er dan een tegenslag door middel van een tegengoal bij ons het spel niet ten goede laat komen. En dat is wat ik zie. He, 3 wedstrijden achter elkaar verliezen. Dat doet nooit wat goeds met een team. En het vertrouwen wat we daarin moeten terugkrijgen is met een wedstrijd te winnen. En dat is een heel makkelijk om dat zo hier te zeggen. Maar het is wel de enige remedie. En je kunt niet zeggen dat die jongens niet keihard gewerkt hebben. En dan was het allemaal veel makkelijker geweest. Maar de dingen op het juiste moment goed doen, daar schort het een beetje aan bij ons. En ja, ook dat doen we als team. Ook daar moeten we met elkaar samen uitzien te komen. En ja, ik zeg, gelukkig heb je over 3 dagen alweer een wedstrijd thuis tegen VVV voor de beker. Om dat te herstellen. En dat betekent wel dat er veel van ons verwacht wordt van de staf naar de jongens toe de komende dagen. Maar daar zijn we voor. En in dat opzicht denk ik dat we daar alle vertrouwen in hebben om het tij uiteindelijk te keren. En dat heeft niks met de overwinning voor Heerenveen te maken. Die maken 3 fantastische goals. En als je 3 goals in een uitwedstrijd maakt, vind ik ook dat je per definitie bijna altijd de wedstrijd verdient om te winnen. Dus dat hebben ze gedaan. Mooie goals gemaakt. En ja, daar kunnen jullie ook weer mee door, Jan. Dus proficiat daarmee. En voor ons is het zaak, wat ik zeg, om alle kopjes weer de juiste richting op te zien of te zien krijgen om er woensdag weer te staan. Dankjewel. Zijn er dan vanuit de zaal nog vragen? Helemaal geen vragen? Dan zien we u graag woensdag weer terug in het AFAL-stadion. Een fijne avond.